Yes, yes. We zijn er weer. Je favoriete, favoriete duo in je oren, niet op je beeldscherm. Marv, ik zie jou schudden. Ja, omdat je echt grappig bent. Welkom bij Klasse, de podcast. En mijn naam is Ben Kremers. En tegenover mij zit Marvin Leter. En we hebben nog steeds Lin in de studio. Ja, ja. Ja. Nog steeds naar je zin, Lin? Nog steeds. Ja, gelukkig. Fijn. Nou, de eerste aflevering hebben we je iets beter leren kennen, zeg maar. En we gaan het nu, laten we even beginnen met X on the Beach. Want daardoor ben je eigenlijk bekend geworden. Ja, berucht. Berucht en bekend inderdaad, ja. Klopt. Ja. Ja, ik heb zoveel vragen. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik begin bij het begin inderdaad, ja. Hoe kom jij erbij om je op te geven voor zo'n programma? Ja, dat weet ik ook. Je was toen 22. 21. Of 21. Toen ik ging opgeven. Ja, weet ik niet. Mijn vriendinnen zeiden altijd, jij moet dat doen. Echt iets voor jou, zeggen ze. Echt iets voor jou. En ik wilde wel altijd beroemd worden. Of vroeger zat ik altijd, ik wil beroemd worden. Nou, ik kan niet zingen, ik kan niet dansen. En dan blijft er één ding over. Dat is reality. En dat zelfs? En toen dacht iedereen dat ik mee zou doen. Mm-hmm. Toen deed er een andere jongen het helemaal mee. En weet ik niet waarom, maar toen dacht ze dat ik daar ook aan mee zou doen. Terwijl dat is helemaal niks van mij of zo. Mm-hmm. En toen dacht ik eerst van nee, dat ga ik niet doen. Nee. Toen dacht ik ja, oké. Het was corona, weet je wel, moet je anders. Ja. Ik wist toch niet wat ik wilde. Ik denk, joh, is goed, ik doe wel. Okay. En toen dacht ik, kijk hoe ver ik kom en toen mocht ik meedoen. Ja, jeetje. Ja. Maar heb jij dus ooit aan meedoen aan zo'n programma? Ja, nu sowieso niet. Ja, net zei je gewoon. Ja, nee. Achter de schermen zeg ik heel wat anders. Ik zou niet daaraan meedoen. Nee. Achter de schermen zei ik wat anders, maar dat met andere redenen. Dat is 1 april, hè? Daarom, dat met andere reden te maken, maar. Wat erin ook zei, ik wilde ook altijd BN'tje worden, toch? Maar alleen kon ik wel muziek maken. Dus ja. Daar wacht ik achter volledige focus op. Ja, dus, oké. Okay. Lin, mijn nieuwsgierigheid die kent geen tijd. Want je komt natuurlijk uit de zee gelopen. Tenminste, niet iedereen, want sommigen zijn er al. Maar ik was er al. Ja, was er al. Er komen sommige mensen en die komen dan zeggen ze, kom je voor liefde, kom je voor lust of kom je voor drama? Hoe ziet dat uit hoe iemand uit de zee was? Ze komen niet met een roeibootje aan of iets. Hoe doen ze dat? Ja, dat is het eeuwige geheim. Ik weet niet, maar ik... Mag je dat vertellen van de productie? Ja, ik denk het niet. Zal ik jou vertellen dat ik dat volgens mij misschien wel weet. Dat werd ik dus op geattendeerd door leerlingen van mij een tijd geleden. Dat ze een soort van parasol ervoor houden of iets dergelijks. Zeg maar, zo'n parasol. En dan als die actie halen, is die parasol weg en dan kom je een soort van uit de zee gelopen. En dan zit iedereen een soort van verbaasd te kijken van ja. Ja, maar je weet het echt niet. Nee, dat geloof ik wel. Ongeveer is wel waar, wat er wordt gezegd. Maar je weet echt niet wie er uit de zee komt. Nee. Echt niet. Maar je geeft van tevoren dus een lijst met namen door. Wie jouw ex allemaal geweest zijn. Of wie jouw ex is, zeg maar. Ja, je kan inderdaad zelf gewoon mensen opgeven. En dan mag je wel absoluut niet tegen die mensen zeggen. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat iemand anders zichzelf heeft opgegeven, jou heeft opgegeven, jijzelf diegene niet hebt opgegeven. Of wat ook kan, jij zit daar in die villa, je wordt 24/7 voor je afgeluisterd met een zender. Heb jij het continu over iemand, maar heb je die niet opgegeven? Dan gaan ze contact zoeken. Gaan ze toch contact zoeken. Oh, jeetje, jongen, echt. Ik had dat eerst niet door, eerst dacht ik zender is voor geluid, maar dat was gewoon afluisterapparatuur. Ja, want je hebt geen telefoon bij je daar, toch? Nee. Die moet je inleveren, dus je hebt... Ik moest die op Schiphol inleveren al. Jeetje. Ja, want... Dus voordat je op locatie bent, moet je natuurlijk word je eerst opgevangen in een ander hotel, toch? Door het programma. Ja, ik begon dan en het was corona. Ja. En ik was de eerste die vloog, dus ik vloog gelukkig met de hele crew, dan hoefde ik niet alleen. Ja. Want je vliegt ook allemaal apart. Nou, ik dacht echt dat doorgestoken kaart zou zijn, maar dat is echt niet zo. Dat is echt niet zo. En ik moest mijn telefoon inleveren al op Schiphol. En toen... toen werd ik daar naar een hotel gebracht en dan moest ik 5 dagen in blijven alleen. Zonder telefoon. En je was alleen daar? Ja. Lekker bezig.
En ik mocht er ook niet uit, hè. Dus ik kon letterlijk alleen op mijn kamer zitten. Oh, ja, ik mocht wel naar het zwembad, maar ja, op een gegeven moment had ik dat ook wel gezien. Maar je kan ook niet even je ouders een bericht sturen van, joh, ik ben veilig aangekomen. Nou, weet je wat ik heb gedaan? Echt hilarisch. Ik had dus een telefoon op de kamer. Ja. Zo'n kamertelefoon. En ik werd zo gek om van daar zitten. En toen heb ik gewoon naar buiten gebeld naar huis. Oh, okay. En naar mijn oude werk, naar de Oostappen, want dat was het enige nummer wat ik uit mijn hoofd kende. Had ik daar naar huis gebeld, ik zo, hello, want ik belde natuurlijk met het Spaanse nummer en één collega wist van mij dat ik daarheen was. Yeah. Ik zo, hello, I want to pay in terms, want zij werkt op debiteurenafdeling. Yeah. Dat is mij doorverbonden naar debiteur, ik zo, hoor je me in. Ik zeg, kan je even wat nummers doorgeven, heb ik wat te doen. Dus ik heb met de eyeliner triest op een kartonnetje al die nummers zitten schrijven, dat ik naar buiten kon bellen. Nou ja, jeetje. En dan zit je eenmaal in de villa, dan zit je daar eigenlijk 24-7. Je mag er alleen van af, denk ik, als je een date hebt of zo, ja, denk ik. Ja. En één keer omdat het echt te heftig was en toen moesten we een paar mensen eruit, zeg maar. Ja, want je hebt wat meegemaakt daar. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben, heb je die tablet. Ja. Zo'n tablet met een rood hoesje. Ja. En dan moeten jullie volgens de productie zeggen, ja, maar hoe gaat die in het echt af? Ja, echt zo. Over een box. Die gaat echt heel hard af. Hij gaat echt over een box, gaat ja, het dus af? Ja. Soms kan je het wel een beetje raden, weet je wel, wanneer die afgaat. Maar ik heb ja, want hij ligt daar opeens toevallig, natuurlijk. Nee, maar ik heb ook echt wel een paar keer gehad dat je het echt niet merkte. Of dat je lag te slapen of zo. Of, ja, één keer lag hij achter mijn koffer. Dat was de eerste keer dat hij bij mij afgaat. Maar jullie moeten me wel inrijden, man. Want ik weet echt niet wat de fuck het is. Hè, want ik heb er nooit naar gekeken. Het tablet gaat een geluid van het tablet. Zo, En dan staat daar iets op van of je gaat op date of je moet naar de strand. En dan komt er een ex. Oké. Dat zijn een soort van de Als je het programma Ex on the Beach in één zin zou moeten omschrijven, hoe zou je het omschrijven? Een chaotische, dramavolle vakantie, denk ik. Ja. Nee, hel eigenlijk. Ja. In het begin was het vakantie, aan het einde was het een reality programma eigenlijk. En dan doen over het algemeen deelnemers van begin 20 mee, ongeveer. En die gaan dan... Ja, ik mag hopen niet heel veel ouder. Nee. En die gaan dan lekker feestjes vieren iedere keer. Maar op een gegeven moment ben je toch ook wel klaar met die feestjes, denk ik, toch? Ja. Als je iedere avond zit je met hetzelfde groepje, dan ben je elkaar toch ook wel een beetje beu. Ja, maar dat ziet er op tv allemaal best wel leuk uit. En dan wordt er muziek onder gemonteerd en zo. En dan denk je, oh, gaande. Gezellig. Maar weet je, het is elke keer, je staat even 20 minuten, staat iedereen bij elkaar, dan gaat iedereen weer gewoon aan de zijkant zitten. En het wordt gewoon vanaf een JBL-box gespeeld, zeg maar. Nee, joh. Yes. Muziek. En om 11 uur moest de muziek zachter voor de buren. Weet je al zo. En het alcoholgebruik, is dat dan wel echt zo heftig zoals dat? Nee. We mochten pas om 5 uur mochten we 1 wijntje bij het eten. En dan in de avond kan jij niet onbeperkt alcohol pakken of zo. Er staan kannen of drankjes. En dan mag je pakken en meer niet. En dan deden wij heel vaak door de zender zeuren van... Shotjes, productie, wij willen shotjes, productie, wij willen drank. Maar op een gegeven moment, ik kan niet tegen drank. Dus bij mij was het al heel snel... genoeg. En toen had ik op een gegeven moment ook de afspraak met productie dat ik dan niet meer zoveel mocht drinken. En door mij hadden we toen echt een paar dagen dat we echt maar 3 drankjes kregen of zo, of 2. Jeetje. Want hoe ziet zijn dag er dan uit in zo'n villa en een zwembad waar je eigenlijk een soort van opgesloten zit eigenlijk? Ja, je ligt in bed en word je wakker gemaakt met een camera op je kop. Dat vond ik echt verschrikkelijk. En dan om 8 uur 's ochtends of zo, best vroeg. Dan moet je aankleden, moet je gaan ontbijten en dan vaak gaat er een tablet. Dus dan weet je van, oh, als je naar het strand moet, dan moet je even omkleden en zo, weet je, en klaarmaken. Ja. Moet jij niet naar het strand, ja, dan mag je blijven. En dan gingen we meestal aan het zwembad zitten. Moest je wat tussen die 1-op-1 stukjes opnemen, quoten, fotoshoot, foto's maken. Ja, vaak gingen we dan iets van make-up doen of haren of zo. En dan 's middags lunch, kreeg ik warme lunch, best wel lekker. Oh, dat is wel nice. Ja, dat was gewoon echt goed. En dan 's middags weer gewoon chillen. Vaak gingen we dan een beetje plannetjes maken en zo van, wat gaan we nou doen? Of wie gaan we nou pakken? Of zo. En dan, of wie zou er nu komen voor een ex? En dan in de avond dan werd er meestal gezegd van, ja, om 8 uur feest. Dan 5 uur gingen we dan eten, 6 uur. Dan, maar ja, ik wist niet hoe laat het was, dan weet je dan toch niet. Nee. En dan rond 8, 9 uur was het dan feest of zo. En dan had je een half uurtje om te keren. En dan was het feest. En dan moest je komen. Je was verplicht, je kon niet thuis blijven. Nee. Je kon niet zeggen, ik blijf in mijn kamer. Nee, dat mocht echt niet. Op een gegeven moment had ik zo'n ruzie gehad en toen lag ik in mijn kamer en ik wilde eigenlijk niet gaan eten. Ik dacht, daar heb ik echt geen zin in. Dus ik lag zo een beetje op mijn bed en zo kwam er iemand van de productie. Ja, Lynn, jij moet naar boven gaan eten. Ik zeg, ik ga niet eten. Ik zeg, ik heb vanmorgen gevochten. Ik ga echt niet meer.
denk het niet, ik ga er niet bij zitten. Ja, echt niet. Ik zeg nee, echt niet. En ik heb keihoofdpijn. Ik ging zo zeggen, oké, wat wil je eten? Kreeg mijn eten op bed. Ik heb niks te maken met die gasten. Maar niemand kwam bemiddelen ook. Als er een ruzie was, dan kwam niemand van het productieteam praten met je. Jawel. Oké, gelukkig. Op een gegeven moment, ja, jawel. Op een gegeven moment zeker. Ja, je had ook wel een psycholoog, sowieso. Ja. En daar mocht je naartoe, dat deed je bijna niet, maar soms moest je ook daar naartoe. Ja. Als je het echt te gek werd, zeg maar. En, ja. En soms kwamen ze wel vragen van, ja, hoe gaat het? Of als je echt er doorheen zat, dus dan kon je wel altijd terecht. Op een gegeven moment had ik 3 avonden achter elkaar dat ik er doorheen zat. Dan hadden ze gewoon standaard al een stoel met een deken die ik al had. Oh, sweet. Jeetje. Ja. Als je nou terugkijkt op je deelname, zou je het volgende keer weer doen? Ja, maar wel op een andere manier. En wat is een andere manier? Minder drinken of helemaal niet drinken doe ik nou ook niet, dus dan zou ik het ook niet doen. En toch iets, als ja, met die ruzies en zo, toch wel iets meer om mezelf laten horen, denk ik. En ja, minder gemeen, minder senza maken om senza te maken. Zou je heel snel naar huis sturen? Ja, ja. Maar dat... Jij bent saai, gaan we weer weg. Ja, maar dat dacht ik dus. Ik dacht, dadelijk ben ik te saai, dus dan ga ik maar... een beetje iets doen, weet je. En nu zou ik zoiets hebben, oké, ja, of ik kom nu en als ze dan zeggen van je bent te saai en je moet naar huis, oké, is goed. Ja, dan ga ik maar naar huis. Ja. Wat vonden je ouders ervan? Of wat vinden je ouders ervan? Ja, heel erg. Mijn moeder zei toen echt, ze vroeg toen, was met de kerst volgens mij, mijn vader was s'avonds werken. Mm-hmm. En mijn moeder, ik zei tegen mijn oom en tante zaten er volgens mij bij. Ik zeg, ja mam, ik moet eigenlijk wat vertellen. Ik ga over 2 weken ga ik weg. En toen zei ze van... Je komt erg. Zo. Toen zei ik, ja, van een tv-programma. Temptation Island zeker. Ik zeg, nee, eentje erger. En toen, nee. En dan geloof me, dan kom je niemand binnen. En dit en dat. Maar toen woonde ik op mezelf. Dus ik zo, ja, nou, ik ga dat toch doen. Ja. En toen, nee, dat wil ik echt niet hebben. Ik zeg, ja, dat gaat toch gebeuren. En toen zei ik van, oké, dan gaan we, toen had ik er daarna nog een keer apart gepakt. Toen zei ik van, ja, weet je, oké, dit en dit en met deze reden wil ik erheen. Toen zei ze, ja, oké, zolang je hoofd er maar bij houdt en niks en je eigen niet laat opnaaien, want zo ben jij, jij bent heel impulsief. En toen, nee, ik hou mijn hoofd er wel bij, ik heb een goede baan en dit en dat, dus nee. En ja, toen was het... En wat zijn de redenen? Wat waren de redenen dan? De regels, zeg maar. De redenen, want je noemde de redenen op naar je moeder. Ja, gewoon dat ik toch iets van bekendheid wilde en ook gewoon een beetje, dat zeg ik ook eerlijk, ook de ervaring ook wel, maar ook wel een beetje de bekendheid voor inderdaad mijn personal training uit te breiden. Oké, ja, smart move toch? Ja, dus eigenlijk ook een stukje reclame eigenlijk die je voor jezelf wil genereren. Ja, smart move. En dan kan iedereen wel zeggen van nee, ik doe het niet voor de bekendheid, flikker op. Iedereen doet dat voor de bekendheid, ja, dat is gewoon. Maar, hoe oud zijn je ouders? Ja, wel iets ouder. Die zijn van 65, dus 58, 57, 58. Maar en je bent de oudste tijd van hen? Ja. Oké. Wij werken natuurlijk in het onderwijs en met de jeugd. En ik wist, en tot 2 jaar geleden wist ik niet van het programma, zeg maar. Toen werden er mijn leerlingen, die hadden het echt over. En ik zeg, waar hebben jullie, wat de fuck zeggen jullie nou weer? Waar gaat het over? Ja, meneer, dus Ex on the Beach. En toen had je dus al heel veel seizoenen gehad of zo. Dus ik ben voor mij in seizoen 7, volgens mij. Ja, ik ken het wel. Laat ik een keertje gaan kijken. En ik schrok toen best wel eigenlijk. Maar de jeugd kijkt eigenlijk best wel, die kijkt tegen jullie op. Ja, dat is zo vreemd. Ja. En dan denk ik ook wel zo, dan zeggen mensen, ja, je bent echt een voorbeeld. Dan denk ik, what the fuck, hoezo? Ja, heel vreemd. Ik vond het ook heel raar. Op een gegeven moment werden wij dus geboekt. Dus we werden gewoon betaald om ergens te staan, zeg maar, in een kroeg. Mm-hmm. Ik hoefde letterlijk niks te doen eigenlijk, een beetje shotjes uit te delen. En op een gegeven moment werd er gewoon gevochten om met ons op de foto te gaan. En dan denk ik, waarom wil je met mij op de foto nu nog? In het begin had ik het al helemaal, dat ik echt iets had van, waarom willen die kinderen met ons op de foto? Dan denk ik, ik snap dat niet. Ik begrijp dat niet. Ik bedoel, het is niet dat ik een Nobelprijs heb gewonnen of zo. Nee, dat zou wel kunnen met VWO. Ja. bekendheid doet alles toch. Ik bedoel, van, ik denk echt dat, ik merk het ook aan mezelf en nu wel wat minder. Maar zodra je bekend bent, dan denken mensen dat je inderdaad iets speciaals hebt gedaan, omdat je een speciaal persoon bent, toch? Ja. En waardoor je dus gewoon interessant wordt voor een bepaalde doelgroep. En wij hadden dat ook met de afgelopen opname, toch? Met Diederik Gommers. Ja. Eigenlijk is het gewoon een normale man die gewoon een normale baan heeft.
Maar alsnog voel je een soort van nerveuzer, omdat hij op televisie is geweest en heel veel likes of heel veel kijkers genereert. Ja, dan gaat het toch anders werken in mensen hoofden, toch? Dus, ja, ja, maar wat ik dan lastig vind, is dat die kinderen dus niet... Die denken dat dit realiteit is, hè? Dat vind ik het zorgwekkende dus aan het programma, zeg maar. Dat mensen denken dat het normaal is. Zeg ja, maar. Dat je zo met elkaar om kan gaan. Of dat je inderdaad iemand zijn haar uit zijn hoofd kan trekken. Ja, want dat zie je ook wel als reactie van jonge mensen of zo. En die zeggen dan, ja, lekker voordeur of zo. Ja. En dan denk ik van, nou zeg, dan wil je toch ook niet dat er bij jou gebeurt of zo. Ja. En dan denk ik, nee, dat is echt niet de normale gang van zaken. Kijk, ik ben sowieso iemand, ik praat liever iets uit, dan ga ik meteen op het. Ja. Kijk, als iemand mij aanvalt, kijk, dan zeg ik niet dat ik... Bij Ex on the Beach wel deed ik best weinig, maar ik zou nooit in één keer erop butsen. Maar dit, jongeren gaan wel denken van, oh ja, als ik dan ruzie heb, volts, ja, ga er een keer overheen en dan... Ja. Ja, dat vind ik wel zorgwekkend, want die praten dus ook, maar ook het stukje seks, zeg maar, van dat het best wel makkelijk gaat met elkaar. Ja. En ik van, ja, jeetje, maar zo is het niet, hè. Zo gaat het niet in het normale leven, om het even zo te noemen. Ja, maar het ligt aan de productieteams, bro. Ja, nee, dat is het. Maar op deze manier krijg je dus heel veel kijkers. Die kinderen vinden het interessant, maar die kunnen dat niet scheiden. Die zien niet dat er een productieteam achter zit. Dus die denken, hé, dit is normaal. Ja. Mm-hmm. Als iemand staat te douchen, ik ga er gewoon eventjes bij staan. Of, ik heb gedronken, zoveel zoenen, hoppa. Ja. Maar seksueel zijn wel aan het ontwrichten in onze samenleving. Ja, dus, het is wel een beetje van deze tijd, denk ik. Ja, maar ook, dan heb je het over grensoverschrijdend gedrag. En dus, ja, dat is wel heel tegenstrijdig. Ja. Nou, ja. Dat bedoel ik. Klopt. Dan krijg je gewoon een tik op je billen, bij wijze van spreken. Ja, oké. Ja, en nu tegenwoordig, als je tik op je billen kwijt, dan ben je je baan kwijt en noem maar op. Ja, klopt. Ja. Dus dat is wel, dat vind ik wel een dingetje, zeg maar, dat wel gewoon allemaal... Ja, maar dit is, dat zegt, want, hè? Want ik zei het tegen, ik meende echt een artikel gelezen te hebben, dat het ergens niet meer naar done was, maar dan hoor ik van jullie dat er een nieuw seizoen wordt gemaakt. Ja. En volgens mij, ik ga het zo meteen opzoeken. Want heeft inderdaad wel mee te maken dat er een seizoen wordt gemaakt. Maar dat het volgens mij niet meer op de TV, op tv komt. Niet meer op de legitieme zenders. Dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Maar realiteit scoort toch. Je hebt ook bijvoorbeeld echte meisjes in de jungle of zo. Dat gaat natuurlijk in principe ook niet. Maar ja, als ze elkaar in de haren vliegen. Ja, je ziet die tredertjes, zeg maar. Ja, we gaan toch even kijken. Maar je maakt wel een punt met dat vrouwenvriendelijkheid. Met dat vrouwenvriendelijke ding. Nu in de huidige tijd, geloof ik niet dat zo'n programma er makkelijker doorheen komt. En dat het maar zo wordt geaccepteerd. Ja, ik denk het dus wel. Ja, echt? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat het ook het verschil is. Het is RTL bijvoorbeeld, daar kan het niet. Maar dit is MTV. Dat is al een beetje zo. Ja, daar heb je wel. En ik ben er geen voorstander van, of je zegt. Maar sekscells, weet je, realitycells... Dat verkoopt gewoon allemaal. Daar kijken mensen ook naar. En ik betrap mezelf dat ik door die leerlingen ook ben gaan kijken. En vooral in het begin zat ik echt met mijn mond open te kijken. Oh mijn god. Ja. Dan zegt een meisje iets van, joh, wil je iets te doen of niet? Kom even mee, loop even mee naar de slaapkamer. En ik van, oh mijn god. Ja. Ja, dat gebeurt. Ja, jij zit te lachen, maar... Dus, bro, dat gebeurt dat dus, hè? Een standaard aflevering. Ja. Nee, ik zei wel dat ik het nooit naar kijk. Ik ken het wel. Ik ken Ex on the Beach. Want het was volgens mij inderdaad zevende seizoen. 2015, 2014 zag ik het al voorbij komen. Maar ik zeg heel eerlijk. ik zeg het ook tegen die leerlingen. Ik hou wel van dom televisie kijken af en toe. Ik was echt die Temptation guy. Dus ik zat echt naar Temptation te checken van ja toch. In het begin wel, ja. Maar Ex on the Beach vond ik net iets... Iets te. Ja. Dus ik kon niet naar kijken. Maar bij mij thuis werd het wel gewoon opgezet. Dus ik zag het wel in de ogen, zag ik het wel voorbij komen. Ja, ik vind het echt een hele bijzondere televisie. En ik vraag me dan inderdaad, waarom geef je dus op? En bij jou is dat niet duidelijk. Er zit ook een reden achter dus uiteindelijk. Ja. Je hebt er geen spijt van? Nee, niet echt. Nee. Het heeft me heel veel gebracht. Ik had me wel anders willen gedragen. Gewoon zoals mezelf. Niet te veel laten opnaaien, denk ik. Maar nee, het heeft me heel veel gebracht, dus uiteindelijk. Ja. En hoe zit het met de bedreigingen en dergelijke? Kan je dat een beetje naast je neerleggen als dat gebeurt?
Ja, in het begin was dat wel heel erg hoor. Maar toen wist ik ook, de eerste 3 afleveringen kwam ik er best goed vanaf nog. En toen dacht ik, ik wist dat er een keerpunt ging komen in de eerste 3 afleveringen. Vanuit het publiek bedoel je? Ja. Oké. Want je kan wel zeggen van, ja, ik ga de haatreactie niet lezen, dat doe je wel. Ja, dat zeker. Ga je toch wel doen. Ja, ja. En toen ging ik gewoon lezen en op het begin zat iedereen van, oh, leuke meid en zo. Toen dacht ik, oh, nice. Beter, en ja. En daarna, toen was het, ja, dat kan toch niet en dit en dat. Toen dacht ik wel van, oké. Maar goed, daar had ik me wel op voorbereid, maar daarna ging het wel nog wel eens door, weet je wel. En je krijgt ook mensen best veel haatreacties of van nep-accounts, maar ik denk ook, best veel mensen zeggen tegen mij, dat is ook jaloezie. Dat mensen zeggen van, ja, mensen kunnen daar toch niet tegen of zo, of nu, omdat, ja. En vergis je niet hoeveel bekende mensen daartussen zitten, hè, onder de... Daarom, ik denk het merendeel van die haatreacties zijn mensen die ik ken. Ja, ja, tuurlijk. Dat weet ik zeker. Ja. En ook, ja, dus daar kan ik nu wel mee omgaan. Laatst had ik wel een keer dat ik wel echt denk van, ja, kom op, toen liep ik door mijn dorp. Ik kom bij Helmond vandaan. Mm-hmm. En daar, ik liep gewoon normaal, ik had echt gewoon normale kleren aan, over de straat aan het hardlopen. En toen roept iemand... Hé, hey, vieze kankerhoer. En toen dacht ik echt... Zo, hoe dan? Toen dacht, die deed zijn auto open en die roepte uit zijn auto. Hè. En toen dacht ik echt, dan zet nu je auto stil. Stap uit en kijk me aan en zeg dan hé, hey, vieze kankerhoer. Prima, ja. Dan heb ik respect voor jou. Maar als je zo uit je auto gaat doorrijden... Ja, sorry, maar dan denk ik wel van nee. Maar dat is, dan kom je weer terug op dat vooroordeel en dat beeld van wat van jou is neergezet. Want daar dat zien mensen. Ja. En die kijken niet... Die gaan niet met jou in gesprek of die kennen jou niet. Dat is meteen bam, oh dat is... Nee, ze kennen mij niet, maar als het erop zeggen ze... Of ja, ze weten niet wie ik ben, maar ze zeggen allemaal... Ja, ik ken haar. Nee, ik ken mij niet. Nee. En dat vind ik altijd heel vervelend. Want ze zeggen zo, ja, ik ken haar, ik zat bij haar op school. Ja, nou en, dat is 10 jaar geleden. Je kent mij niet. You don't know me. Ja. Ja. Nou ja, precies. Ja, echt, jeetje man, ik... Ja. En moest je nagaan wat zij zei over die haatcomments. Heb ik in het klein meegemaakt. Toen ik nog volop dropte... Inderdaad, wat ze zegt, je probeert er overheen te racen, maar je gaat er toch racen. Ja, en ik had ook die haatcomments van, serieus, zo, hier is ze heftig. En er werden ook geen lichte dingen over me gezegd, maar ook gewoon dingen waarvan ik denk van, maar dat kan je toch niet weten als je me ook niet kent als artiest. Ja, dat precies. Is echt heftig. Maar dat scoort en je wordt ook wel een soort van paranoia, zo. Dan ga je nadenken van, wie is dit? Ja, dat had ik ook, en dat wist ik. Maar je hebt nu toch ook op Instagram en op TikTok al die roddels en dergelijke, hoe noem je dat? Die juice kanalen. Ja, en dat is natuurlijk ook voer voor mensen, want heel veel mensen volgen dat. En dan staat er een berichtje over die of een berichtje over die. Ja, maar ja, ook genoeg mensen die het aan gebruiken, denk ik, om relevant te blijven. Ja, ja precies. Ja. En ook mensen die... ja, die bijvoorbeeld, ik zeg maar, stel ik heb een visie met iemand en die denken van, oh, dan kan ik mooie dingen naar buiten gooien over haar en zoiets gaan doen. Ja. Crazy gek. Ja. Ja, jij, het heb je een hoop opgeleverd. Ja. Waar liggen je ambities verder? Wat zou je nog willen doen in het leven? Ik zou heel graag mijn eigen personal training studio willen openen, voornamelijk voor vrouwen, meer van mijn leeftijd, jonge meiden, 18 tot 30 of zo, zoiets. Met ook boksen, dus meer ook weerbaarheid en zelfverzekerdheid voornamelijk. Niet eens per se het afvallen, ook wel natuurlijk, maar ook een stukje voornamelijk zelfverzekerdheid. Ja. Dus daar zou ik heel leuk vinden om daar iets mee te gaan doen. En dus wel echt de sport in, nog een paar opleidingen doen. Nu heb ik dan personal training gedaan, maar zou ik graag voeding ook willen doen. En wie weet nog ooit iets met tv, maar... Als er iets op mijn pad komt, doe ik daar maar. Het is niet van, goh, ik wil echt per se dit of dit. Heb je nog contact met Hilversum? Nee. Nee, hè? Nee. Wel nog met ex-deelnemers? Ja, een paar. Een paar. Maar we lopen niet de deur plat bij elkaar. Ofzo. Nee. Nee. Ja, je bent eigenlijk van onbekend in één keer naar een bekend iemand gegaan. En we krijgen dan wel hulp erbij omdat... Word jij een beetje begeleid of is het alleen tijdens de aflevering dat je daar... Eigenlijk alleen tijdens de aflevering. En hij is van zoek het maar uit. Ja, kijk, als ik nu iemand... We hebben wel eens, zeg maar, één iemand, eindredacteur of zo was daar. Mm-hmm. Die zegt wel van, ja, je mag me altijd bellen. En in het begin had ik het ook echt gewoon een paar keer gedaan. Dat ik echt zei, ja, what the fuck, hoe moet ik hier nou over mee? Toen ik inderdaad op een Juice Channel een keer stond, dus had ik wel gezegd van, ja, what the hell is dit? Maar nee, nu is het eigenlijk gewoon van, doe je ding maar. Oké. Okay. Ja. Nog even, dat is ook mijn nieuwsgierigheid. Oostappen, dat weet je natuurlijk af en toe. En er was ook een juice van jou en Mark Gilles. Ja. Wie is Mark Gilles, bro?
Serieus, jongen. Jullie komen echt met dingen aanzetten, jongen. Ik ga nu googlen. Mag ik Gilles? Is dat... Ja. Je hebt een televisieprogramma met Peter Gilles. Ken dat is die niet? Kleine... Hey, ik ben verschrikkelijk, man. Massa is kassa. Massa is kassa. Never nooit van gehoord. Nee. En daar ging een rodde over Jan en Mark. Ja. Wat is dat jullie wat met elkaar hadden? Ja. Deze guy. Ja. Ik ga weer luisteren naar jullie, hoor. Was dat waar? Ja. Ja. Dat is waar. Een aantal jaar geleden. Maar je werkt daar nu nog steeds. Zie je hem nog wel? Of dat, Ja, af en toe op het werk. Oké. Okay. Maar dan hou je het wel gewoon zakelijk. Oh ja, maar we kunnen gewoon goed met elkaar omgaan. Oké, okay, dat is wel chill. Ook gewoon als ik hem nou tegenkom of zo op vis, gewoon hoe is het? Goed en met jou. Goed met jou. Goed met jou. En dan heb je natuurlijk ook zijn vader af en toe rondlopen. En die wordt natuurlijk ook op een bepaalde manier neergezet in een televisieserie en dergelijke. Is hij dan ook zo in het echt? Ja, ik vind hem gewoon best aardig. Oké. Okay. Ik heb wel een goede baas aan hem, dus. Ja. Nou, ook wel, want in het televisieprogramma, als zo'n baas zo tegen mij zou praten, nou dan... Ja, dat heb ik niet meegemaakt, hoor. Zo, dan... Maar dat is misschien ook allemaal productiewerk en noem maar op en dergelijke. Dus, ik denk het, ja, ik weet het niet. Kijk, tegen mij heeft praat hij gewoon normaal, gewoon hoor, ja, hoe gaat het werken ja. En zo, als je dag is. Weet je hoeveel dingen in een programma gewoon echt gewoon anders worden neergezet door, de redactie? Ja. Vergis je niet, jongen. Ja, dat moet toch een bepaalde verhaallijn zijn. Hè? Ja, dat. En het moet verkopen, toch? Nou ja, dat is het. Dat is het. Mensen kijken toch wel. Hoeveel tato's heb je eigenlijk? Want ik ben ook van de tato's. Maar ik zie je hand vol met tato's. Waar staan die tato's voor? Nergens voor. Nergens dat voor. Is gewoon mooi. Ja, ben ik gewoon mooi. Ben je gewoon mooi. Ben je van de tato's, mooi? Nou, dat zou je niet zeggen. Ja, ik zit nu na te denken. Zag ik het op werk? Op werk zag ik het volgens mij niet, hè? Nee, maar ze zijn niet blind, toch? Ik heb altijd long sleeves aan, hè? Niet altijd. In de zomer heb je gewoon een korte... Mag je tatoeages? Ja, je mag gewoon tatoeages, maar ik gooi die pinnen meestal op een verkeerd been. Door bepaalde dingen te zeggen dat ik het niet doe of dat ik er tegen ben. Dus die kinderen tot nu denken dat ik zwaar tegen tatoeages ben. En dan alleen in de zomer als we naar Efteling of Euro Disney gaan zien, is net. Ja. Maar inderdaad, hoeveel tato's? Op mijn handen, op mijn bovenarm, op mijn heup, op mijn buik en twee op mijn enkels. Oké. Okay. En geen spijt daarvan? Nog niet. Oké. Okay. En in wat voor tijdsbestek heb je zoveel tato's gezet? Ja, best wel kort. Ja. Eigenlijk bijna allemaal 3 jaar. Die roze had ik al eerder. Ja. En de rest heb ik eigenlijk bijna allemaal 3 jaar gezet. Oké. Okay. Maar nou stop ik wel even. Nou okay. Is het even goed. Ja. Nou, je ouders staan daar ook achter? Nee. Nee, ja. Mijn ouders zijn echt tegenovergesteld van mij. Nou, ik had dat zo vermoeden, ja. Maar ze houden wel nog van je. Ze houden wel van me, echt waar. Oké, goed zo. Hey, we zitten alweer bijna op een half uur, dus het gaat echt weer snel. Lin, wat vond je ervan? Gezellig, leuk. Ja? Ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Ja, ik vond het heel tof. Ja, ik sowieso was ik nieuwsgierig naar al die Ex on the Beach verhalen. En gewoon ook naar jou als persoon, want je wordt natuurlijk op een bepaalde manier neergezet. En we hebben... Nou ja, van tevoren best wel met elkaar gekletst en dan zie je aan een heel andere persoon. En ik vind ook cool wat je doet met sporten. Dus hou dat vooral vol. Ja. Blijf lekker jezelf, laat je niet gek maken. Gek maken. Zo klinkt dat net Belgisch. Oh, hoe zeg je dat op zijn Brabants dan? Ja, gek, maar ja, ik zeg het gewoon. Ja. Praten wij heel erg Rotterdams of valt dat wel mee? Nee, niet Rotterdams. Nee? Hoe praten wij dan? Een beetje... Gewoon voor mijn idee ABN. Oh, netjes. Nice, beter. Als ik mezelf was terughoor, dan is het een beetje... Ik vind jou heel erg Rotterdams. Ja, echt? Ja. Maar die konden mijn moeder, die praat ook super Rotterdams. Ja, maar ik vind zo dit Rotterdam iets met gewoon rollende R en zo vind ik heel ABN. Ja. En wat ik praat, vind ik dialect. Als ik in een groep sta en ik hoor mezelf praten altijd, dan denk ik echt, ja, wat is dit? Kut accent. Nou, dat wordt leuk als je jezelf gaat terughoren dan. Ja. Je troost. Als je uit het zuiden komt, klink je wel met zelf door. Je klinkt gewoon. Nee, Limburg is veel erger. Limburgers zijn inderdaad. Die versta je echt. Oeh, toch, zo gaat het. Ja, ik weet het. Heel veel Limburgers. Ik vind het wel een mooi land daar met de land, met mijn provincie, met die bergjes en dergelijke. Ja, dat is mooi hoor. Dat vind ik ook. Ik ga er graag op vakantie. Ja, dat is echt heel nice. Bij Brabant heb ik dat minder. Maar ik vind Brabantse mensen wel gezelliger. Ja. Een beetje Bourgondisch, hè? Dat vind ik ook wel Ik vind Brabant heel tof, ja. Ja. Dus verhuizen weer, mooi?
Verhuizen weer. Nee. Als ik ooit uit de Randstad ga, dan is het echt richting Groningen of zo. Maar, ja. Nee, dat helemaal niet. Dat pas je helemaal niet in Groningen. Nee. Maar ja, Lynn, ik vond het super tof dat je er was. Dus dankjewel dat je hier was. Heel yes, tof. Thanks. Marv, bedankt dat jij weer aanwezig kon zijn. luisteraars, dankjewel ook allemaal. Mochten jullie nou nog vragen hebben, je kan ons checken op Instagram. klasse.podcast. En als je ons wil mailen met vragen of suggesties, kan het ook op klasse.podcast@gmail.com. Daar kan je ons vinden. Lynn, wil jij nog reclame maken eventjes? Nee. Nee? Ja, je kunt me vinden. Lynn Rijmakers met Y. Y. Nice, jongen. En we hebben nog steeds het laatste woord, Lynn. Zie je het nog zitten? Woord, ja. Je hebt vorige keer weer hele wijze woorden uitgesproken. Don't do drugs en dergelijke. Dat kan natuurlijk niet twee keer hetzelfde, dus je moet nou iets anders gaan verzinnen. Dat is moeilijk. Ja, je hebt nog 10 seconden over na te denken. 10 seconden, oké. Okay. Yes. Marv, thanks, Broski. Rustig aan, en ik zie je weer tot de volgende. Ja. Lieve luisteraars, dankjewel allemaal. En tot horens. Lynn, het is voor jou. Het is aan mij, oké. Nou, lieve mensen, als je niet weet wat je moet doen, ga nooit meedoen aan een reality programma. Nee, wel superleuk, maar denk gewoon over na.